En wat deed angst met jou? Want oké, dan ben je bang. Maar hoe manifesteert zo'n angst? Nou ja, dat ik, en mijn man zei dan altijd, ga dan naar de dokter. En ik dacht van, ja, maar ja, ik ga naar de dokter. En dan krijg ik te horen dat het fout is. Dus die angst die vrat aan mij eigenlijk op het moment dat ik al die behandelingen achter de rug had gehad. Dus na dat halve jaar. En toen dacht ik, nou ja, ik krijg nou wat. Ik moet hier iets mee, want dit is... Ik zit mezelf nu ook weer te verlammen. En ik moet dit niet laten gebeuren. Dus ik moest mezelf echt aan mijn haren uit dat angstvacuum trekken. En om weer door te kunnen gaan met leven. Maar... Dus vandaar ook die tekst. Vergeet niet te leven. Dus je moet leven. Mens, leef.